Het is zaterdag 26 januari en we zijn begonnen met de Sleedoornpage telling van de eitjes in Soest. Sicco van de Vlinderstichting is er en de eerste eitjes zijn echt binnen een paar minuten al gevonden en we zitten nu al op 10 stuks. Dus we blijven gewoon lekker verder zoeken. Het is steenkoud. We hopen dat de sneeuw nog even op zich laat wachten. En dan hopen we nog genoeg te vinden. Nou, we zijn nu ongeveer 3 kwartier bezig. En inmiddels zitten we al op eitje nummer 22. Nou, we zijn weer wat verder en we hebben inmiddels nummer 30 gevonden. Dat weet ik niet, maar ik heb een eitje. Ja. Ik weet niet of het 30 is, maar ik heb er iedereen. Ja. Zonder pauw in de buurt, dus dat is het. En dan moet je er nog een in de buurt. Ja, dat klopt, die van Menno. Ja, deze zit in. Ja, nou niet echt. Nou, wil je wel, binnen 1 à 2 meter, dat klopt. Ja, en als er dus een jonge dame was vroeger, die zei van, daar zit er dus één tussen. Waar zit die van jou? Nou, we zijn nu ongeveer een uurtje bezig. Inmiddels 32 eitjes, maar tijd voor even een warme chocolademelkpauze. Ja. Zo nog even het achterste stuk doen. Helaas is het begonnen met sneeuwen. Dus we hopen dat het nog niet heel erg wordt. Maar in ieder geval dit stuk nog even proberen. Hier hebben we de afgelopen zomer het vrouwtje zien vliegen. Dus hier hebben we hoop dat er wel wat te vinden is. Nou, het is nu 12 uur. We hebben het achterste stuk ook gehad. Bijna 40 eitjes nu. Alleen de sneeuw is begonnen. En het wordt lastig om nu de eitjes verder te zoeken. Ik heb hier wat doeste arbeid voor jou. Dus het is waarschijnlijk het einde voorlopig.